Are you ready? Oh, dat was echt een hele anticlimax. Oh, je kan het niet eens goed zien. Wow. Let me tell ya, I am in love. Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag, we're gonna talk about tattoos. Ik heb afgelopen vrijdag was dat, mijn allereerste tattoo gezet. En het was, ja, het was een moment. Het was echt een hele experience. En ik dacht, ik ga gewoon even een storytelling doen over hoe dat allemaal ging. En als je nadenkt over een tattoo zetten, waar je kan letten, misschien helpt dit. Of is het gewoon leuk om naar te kijken. Het is wat je wilt. Anyway, let's get into it. Ik wilde al best wel een tijdje een tattoo. En eigenlijk vond ik het gewoon heel mooi. Kijk, ik heb mijn camera even anders neergezet, want dan kun je hem zeg maar goed bekijken. Maar ik wilde al best wel lang een tattoo, maar ik wist nog niet zo goed wat. En mijn nichtjes hebben ook best wel veel tattoos. En die hebben het laten zetten bij iemand in Hilversum. En die heb ik denk vorig jaar ergens, want ik wilde al best wel echt een tijdje. Vorig jaar heb ik die op de website gekeken en moest ik zo'n aanvraagformulier invullen. Dat heb ik gedaan en een foto met dit en dat wil ik. Dat heb ik dan daaruit gestuurd, maar ik heb daar nooit meer een reactie op teruggekregen. Wat ja, best wel jammer was eigenlijk. Maar toen dacht ik, nou ja, weet je, achteraf denk ik ook, het was gewoon niet meant to be. Niet op dat tijdstip, niet bij die tattoo shop blijkbaar. Het was het gewoon allemaal net niet. Totdat ik weer heel graag het wilde proberen ergens anders. Of gewoon, ik wilde het gewoon echt super graag. En nu had ik ook best wel een duidelijk beeld van wat ik wilde. Want deze tattoo is geïnspireerd op een elfje. En dat elfje staat op mijn geboortekaartje. Ik ga hem heel even pakken. Kijk, hij zit in mijn portemonnee. Dit is mijn geboortekaartje. En ik wilde heel graag wat geïnspireerd op dat elfje dat hier zit, zeg maar. En ik vond die vlindertjes en dingetjes ook wel heel mooi. Alleen die M vond ik niet zo mooi, want ja, dat is een hele grote letter. Dit is trouwens de binnenkant, heel leuk. Maar ik wilde dus, weet je, ik ben nu 18. Ik heb er 18 jaar op zitten om mijn leven. Ik ben volwassen volgens de wet. En ik wilde eigenlijk gewoon iets wat dat kenmerkte, zeg maar. Ze zeggen altijd, je eerste tattoo moet betekenis hebben. Ja, dat vind ik bullshit, want als je gewoon iets mooi vindt, dan kun je het ook gewoon op je lijf pleuren, boeien. Maar voor mij had het wel gewoon echt betekenis. Maar goed, dus dat in Hilversum werd hem gewoon niet. Prima, ik heb het even laten rusten voor een tijdje, een jaar denk ik dan ongeveer. En toen, ik denk 2 maanden geleden van de zomer, wilde ik toch wel heel graag een tattoo. En ik ging eigenlijk gewoon op Instagram kijken van wat is mooi, wat vind ik leuk, wie vind ik mooi dat ze tattoo zet. Want ik wilde echt hele dunne lijntjes. Ik wilde niks te dik of te groot of te grof of zo. Ik wilde het heel ja, subtiel soort van, heel mooi, classy, gewoon hele dunne lijntjes. En toen vond ik Ashana Ink op Instagram. Ik zou hier wel even haar Insta zetten. En zij zet tattoos in Amersfoort. Bij Koestra Tattoo, dat is haar shop. En het is sowieso een vrouw wat ik echt mega erg support. En ze is gespecialiseerd in fine line en fantasy. En dat is echt perfect, want ik wilde dus een elfje wat een beetje fantasy is. En fine line, wat zeg maar dus super dunne lijntjes zijn. Dus eigenlijk was dat perfect. Dus zij had ook een aanvraagformulier op de site staan. Dus ik heb dat formulier ingevuld en ik moest daar best wel al in detail zeggen wat ik wilde. En omschrijven en hoe groot ik hem wilde. En ik moest een foto sturen van waar ik hem wilde. Dus ik wist sowieso dat ik hem hier op mijn bovenarm wilde. Dus ik heb een foto gestuurd van mijn lege bovenarm. Van hier wil ik hem ongeveer 6x6 cm. Dus dat heb ik zo gedaan eigenlijk. En vervolgens kreeg ik al best wel snel een mailtje terug. Van hey, bedankt voor je aanvraag en ik ga aan de slag. Wat ik heel fijn vond is dat ze ook meteen zei in welke prijsrange ik zat, zeg maar. Ze zei ja, je zit tussen de 150 en 200 euro. En met een aanbetaling van 50 euro. Nou, helemaal prima. Dus ik heb die aanbetaling overgemaakt. En toen had ze gewoon 3 data waar ik uit kon kiezen. En ik heb eigenlijk gewoon de eerste gekozen. En dat was 29 september om 11 uur. Nou, dat was helemaal prima, chill. En daarna stond de afspraak gewoon. Aanbetaling was geregeld. Dus eigenlijk was het nu gewoon wachten.
En ja, ik wil gewoon eigenlijk niet wachten. Ik had er echt zoveel zin in. Ik ben haar toen gaan volgen op Instagram. En gewoon helemaal hyped geraakt eigenlijk over alle vette dingen die ze heeft gedaan. En ik vond het heel mooi dat het dus hele dunne lijnen waren. Dus, nou ja, aangekomen op 29 september ging ik met mijn moeder naar de tattoo shop. En want ja, je mocht één iemand meenemen. En ik wilde eigenlijk wel heel graag mijn moeder meenemen. Want ja, kom op. Dat wilde ik gewoon. En ik had dus nog helemaal geen design gekregen van wat zij had gemaakt of iets. Want ze zei, ja, ik ga wel zelf wat tekenen. Dus ik dacht, nou ja, prima. Maar ik heb gezegd waar ik het op geïnspireerd wil hebben. En ik dacht, nou, ze gaat gewoon eigenlijk iets wat daar heel erg op lijkt, gaat ze doen. Toen kwam ik daar. Ze was echt meteen super lief eigenlijk. En toen zei ze, ja, ik heb zelf wat getekend. Wil je het zien? En toen liet ze het zien natuurlijk. Maar het was echt super anders dan wat ik had verwacht. Want ik had inderdaad verwacht dat het hetzelfde elfje zou zijn wat op dat geboortekaartje stond. Maar het was dus heel anders. Het was namelijk een zittende elf op de knieën, zeg maar. Of vee. Ja, het is een beetje wat je wilt. En ja, nou ja, hij ziet er gewoon heel anders uit dan op dat kaartje. Dus eerst, toen ik daarnaar keek, dacht ik wel een beetje van, oh, oké, dit is wel echt heel anders en iets meer modern of zo dan wat op dat kaartje stond. Maar uiteindelijk ben ik daar super blij mee, want ja, het past ook gewoon iets meer bij me. En ja, ik vond hem echt super mooi. En ze had echt kleine details erin verwerkt die echt, ja, speciaal voor mij zijn, zeg maar. Terwijl dat kon ze ook niet weten. Het lijkt bijvoorbeeld alsof ze een beetje ballet schoentjes aan heeft hier. En ik heb 11 jaar op ballet gezeten, dus dat is wel echt heel toevallig. En ze draagt armbandjes, zeg maar. Nou, ik draag ook altijd best wel veel armbandjes, dus dat zijn gewoon van die details dat ik dacht, oké, ja, hij is echt super mooi. Ze had hier nog wel een zakje getekend. En daarvan zei ik, want ze zei, als je notes hebt, zeg het gewoon en ik haal het weg of ik teken het erbij. En bij dat zakje zei ik wel van, nou, dat mag wel weg, want dat vond ik iets te ingekleurd anders, zeg maar. Ik wilde dat het wel een beetje minimalistisch was. Maar verder, ja, ik vond het echt super mooi. Dus eigenlijk was ik echt super enthousiast. Maar het was wel spannend, want ik zag gewoon het plaatje wat, zeg maar, voor altijd op mijn arm zou gaan staan. Maar ja, dat was allemaal oké. Het zei ze, nou prima, ik ga hem uitprinten in 3 verschillende maten. En dan kan je kijken welke maat jij het mooiste vindt, zeg maar. Dat had ze gedaan en ik had voor de kleinste maat gekozen, want die grotere die vielen dan een beetje zo over mijn arm heen. En dat wilde ik liever niet. Eigenlijk wilde ik gewoon heel compact zo dit plaatje erop. Dus het was de kleinste en daar ben ik nu ook nog steeds heel blij mee. En vervolgens heeft ze het stencil erop geplakt. En dat moet natuurlijk heel recht, want dat is eigenlijk wat je gaat tatoeëren. En dat zag er best wel, ja, dat zag er wel iets dikker uit, omdat het met een soort pen-inkt-achtig iets was. Dus ik zag dat zo in de spiegel en ik dacht, oh jee, ik hoop dat ze echt, dat die lijntjes iets dunner worden. Want ik vond het op die manier niet super mooi. Maar toen ging ik al heel snel liggen en ze was super lief en we hebben nog leuk gekletst. En over de pijn, het deed echt nul pijn. Echt niks. Dit is sowieso niet echt een pijnlijke plek volgens mij. Plus, ze gebruikt een single needle en dat is gewoon 1 hele dunne naald, zeg maar. En ja, ik voelde er echt niks van. Maar ik heb ook best een hoge pijngrens, dus dat kan natuurlijk heel erg verschillen. Maar nou, het deed echt, echt absoluut geen pijn. Dus dat is wel heel fijn. En ze was best wel lang bezig. Ik denk al met al dat het 2 uur duurde. Ook met schaduw, zeg maar, want dat heeft ze een beetje gedaan. Ik had eerst aangegeven dat ik dat niet wilde. Alleen zei ze, ja, ik denk wel dat het iets meer tot leven gebracht wordt, zeg maar, als je het wel doet. Toen dacht ik, toen zaten, zeg maar, die grote lijnen erop na 1,5 uur. Toen zei ik, weet je wat, ja, doe maar. Ik denk dat ik dat wel mooi vind. En dat is ook zo. Want je ziet hier een klein beetje bij de vleugeltjes bijvoorbeeld. Of hier bij de haar. Of gewoon van die kleine dingetjes, dat er iets meer schaduw is. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dus ja, schaduw en alles zat erop. En dat was helemaal prima. En toen zat hij er eigenlijk op. En toen heeft ze een folietje eroverheen gedaan. En dat was een soort second skin, heet dat. En dat is een soort sticker. En dat is dan gewoon een folie. Maar dat was echt super dun. Maar helemaal prima. En daar hoefde ik verder ook niks voor te doen voor een paar dagen. En dat was het. En ik was er echt zo blij mee. Ik heb echt superveel TikToks er al mee gemaakt en dingen en foto's. En ja, ik was echt helemaal door het dolle heen. Ik was er zo blij mee. Toen ging ik nog even een broodje eten bij de Hema met mijn moeder. Wat ook echt super leuk was. En zij vond hem ook heel mooi geworden. Maar het duurde dus echt lang. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Het was om 1 uur stond ik in Hema. En om 11 uur had ik die afspraak. Dus ja, het duurde wel echt
Ja, of iets over eentje stond ik in de HEMA. Dus het duurde wel echt 2 uur. Dus het duurt wel echt heel lang. Maar ja, ze heeft het met zoveel precisie gedaan. En ik kan haar echt aan iedereen aanraden. Volgens mij is ze nu wel gesloten voor boekingen helaas. Omdat ze het echt super druk heeft. Dat is het echt wat haar compleet gegund is. Dus dat is heel fijn. En ja, toen heb ik lekker gewoon een broodje gegeten. En ze heeft me ook een soort aftercare foldertje meegegeven. Met wat ik allemaal wel niet moet doen met die tattoo. Ja, het is eigenlijk gewoon een open wond. Als het net is getatoeëerd. Dus het moet gewoon helen. En het is ook belangrijk dat je het gewoon de tijd geeft. En het goed verzorgt zodat het ook mooi kan helen. Dus ik heb crème gekocht. Ga ik even laten zien. Want je moet het dus twee keer per dag insmeren met crème. En ik heb deze gekocht. Bepanthen. En dan voor tattoos, zeg maar. En deze is echt super chill. En dat doe ik eigenlijk 's ochtends en 's avonds smeer ik het in. En dat houdt de huid soepel. Ik merk nu wel, er gaan iets nog inktrestjes vanaf. maar ja, ze zei dat dat geen kwaad kon. En dat het gewoon, ja, dat het gewoon in je huid moet settelen, zeg maar. Dus al het overtollige, dat maakt ook niet super veel uit. En ja, dit is dan het eindresultaat. En ik mag binnen 8 weken het nog even een kleine touch-up komen doen. Maar ik weet niet per se of dat nodig is. Dit is er. En ja, ik ben er gewoon echt super blij mee. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn ervaring daarmee. En nu smeer ik het gewoon in. Die second skin was trouwens echt... Ja, ik hou dus echt niet van pleisters. Maar het was dus wel een soort hele grote pleister. Dus ik heb dat echt 2-3 dagen laten zitten. En toen heb ik het gewoon afgeplukt. Maar het mocht tussen de 3 tot 5 dagen moest het blijven zitten. Dus misschien heb ik het er iets te vroeg afgehaald. Maar ik heb gewoon wel gezorgd dat er geen bacteriën bij kwamen. En ze steeds goed schoon gehouden. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ik hou gewoon echt niet van pleisters. En dat soort dingen. Maar goed, nu smeer ik het gewoon in met deze. En dat gaat helemaal goed. En ik probeer een beetje losse kleding te dragen. Zodat het niet echt geplet wordt. En het is dus belangrijk dat je niet gaat zwemmen. Niet in een jacuzzi. Niet. Mijn kaart was vol. Anyway, het is dus belangrijk dat je niet zwemt. Of iets met chloor doet. En dat soort dingen. Maar ja, het is herfst. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Dus nu is het gewoon dit. En ben ik heel blij ermee. En wil ik nu 500.000 andere tatoeages. Omdat ik het heel mooi vind. En eerst gewoon dit even laten helen. En haar gang laten gaan. Dat is dan alweer het einde van deze video. Het was een leuk verhaal. Maar als je nog vragen hebt, laat het weten. Ik ben ook geen expert. Ik wil alleen mijn ervaring delen. Dus als je nog vragen hebt, laat het weten en ik doe mijn best om het te beantwoorden. En dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken. En dan zeg ik heel graag tot volgende week. Bye!